Veiligheid bij grote evenementen vraagt steeds meer de aandacht van organisatoren en overheden. Hoe hou je een massa in de gaten? En hoe zorg je ervoor dat die massa geen gekke dingen gaat doen? Het besturen van talrijke publiekstromen, in het vakjargon crowdmanagement, vraagt goede voorbereiding en technische hoogstandjes. Het Friese bedrijf FE uit Betgemermolen worden organisatoren uit het hele land gevraagd om commandowagens te leveren. Daaruit wordt met videocamera's het totale evenemententerrein in de gaten gehouden. FE heeft inmiddels een complete vloot aan commandowagens die zeker in de zomer dag en nacht op pad zijn. Eigenaar Johan de Haan kocht onlangs een enorme nieuwe trailer. Hij bouwde alle techniek zelf in 3 maanden. Een enorme klus. Wij troffen hem met zijn commandowagen tijdens de Sneekweek. Het was een groot werk, maar... Ja, we zijn uiteindelijk tot de ontwikkeling van dit soort voertuigen gekomen. En ja, ondanks dat we dan in Friesland zijn begonnen, hebben we tegenwoordig heel veel evenementen in Nederland waar we ondersteuning mogen geven. En ja, nu mogen we ook een keer in eigen provincie in Sneek de ondersteuning geven, groots. Waar bestaat jullie werk uit? Het gaat om eigenlijk de ondersteuning van organisaties, gemeentes en hun hulpverleningsdiensten. En met name ook heel veel in de beveiliging. Waar mensen wat problemen met elkaar krijgen en soms incidentjes. Dat is een taak van ons. Maar tegenwoordig het crowdmanagement is een hele toename. Waardoor wij heel veel vraag krijgen uit de markt. Marie Eringa is namens de gemeente Sneek verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Zij houdt wel van een feestje. Geweldig, hè? Zo'n feest. Ieder jaar weer die Sneekweek. Het is gewoon prachtig. En waar wij hier voor zijn is een stukje veiligheid. Om dat te garanderen voor al het publiek wat hierop afkomt. We hebben in Sneek 9 camera's hangen. Je kunt ze daar op posities allemaal zien. En daardoor brengen we eigenlijk alle pleinen waar de evenementen plaatsvinden kunnen we in beeld brengen. En kunnen we kijken hoe de publieksbewegingen zijn. Ja, dit is een uitvloeisel van heel veel wat we in de voorbereiding hebben gedaan. We zijn dit jaar gaan werken volgens de systematiek van crowdmanagement. De term is deze week al vaak voorbij gekomen. Dat wil zeggen dat er een methode is om de publieksveiligheid beter te garanderen. We zijn in overleg gegaan met de horecaondernemers, de hulpdiensten. En we hebben gekeken onder andere naar wat voor publiek komt er na de Sneekweek. Wat zijn de activiteiten die er geboden worden. En wat is onze beschikbare ruimte. Want de ervaring heeft toch wel geleerd voorgaande jaren dat het op sommige plekken gewoon eigenlijk te druk was. Nou, dat willen we nu voorkomen. Dat doen we heel veel in de voorbereiding. We hebben podia verplaatst. We hebben programmering aangepast op de podia. We hebben de programmering op elkaar afgestemd. Als op het ene podia een artiest is wat een bepaald publiek trekt, zetten we daar wat tegenover op een ander podium. We hebben grote exitborden aangebracht, zodat mensen een bepaalde route kiezen, dat ze zich ook veiliger voelen. Dat is allemaal voorbereiding. Wat we hier zien, die camera's, is daar een vervolg op. Met deze camera's kunnen we gewoon zien wat er in de stad gebeurt. Jullie zitten echt door het hele land? Ja, een beetje iedereen kent het TT in Assen. Nou, dat is iets waar wij ondersteuning geven aan de beveiliging. We hebben onlangs Bospop in Weert gedaan, ook een heel groot concert. Maar ja, gelijktijdig naast de TT hebben we bijvoorbeeld ook concerten in Zeeland. De grote megapiratenfestivals waarvan in Friesland ook eens eentje hebben gehad. Tegenwoordig zit hij in Groningen, in Marum. En dat soort activiteiten ondersteunen we ook allemaal met de cameravoorzieningen en onze communicatienetwerken. Want ja, als je een evenement goed wilt voorzien, wil je ook dat de mensen allemaal met elkaar kunnen spreken, dat de lijnen kort zijn. Nou, dat hebben we hier in Sneek ook. De mensen van de horeca, de portiers, die hebben een portofoon, staan ze met ons in verbinding en zijn de problemen, dan kunnen ze dus snel naar ons schakelen. En ja, daardoor kun je elkaar ondersteunen, waardoor de samenwerking heel groot wordt. Noem eens wat getallen, hoeveel portofoons heb je? We hebben zelf een 1500 portofoons ter beschikking. Wat moet je ermee? Ja, evenementen worden steeds groter. We hebben zelfs 1 evenement, daar worden 850 portofoons gelijktijdig ingezet. Ja, en dat het is wel een heel groot evenement, maar ja, dat soort dingen kom je tegenwoordig tegen. Hoeveel mensen praten we nou? Ja, dat is altijd moeilijk om tellingen te doen. Vorig jaar hebben we over de hele week 140.000 bezoekers gehad. De piekavonden zijn toch wel vrijdag, zaterdag en de dinsdag.
Maar goed, dan kunt u zelf al uitrekenen wat er ongeveer per avond komt. Dit heb je allemaal zelf aangelegd? Ja, we hebben het allemaal zelf aangelegd. En ja, naar de praktijk, de ervaring van jaren die we hebben opgebouwd. En ja, dat heb ik geprobeerd in de auto's naar voren te laten komen. Dus alle kleine dingetjes waar ik tegenaan liep. Ik denk, dat kan nog iets beter, dat kan nog iets beter. Dat zijn voorzieningen wat mogelijk een extra voorziening kan zijn waar iedereen weer voordelen van heeft. En dat heb ik geprobeerd in deze auto te verwerken. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Het loopt tot op heden allemaal als een zonnetje? Het loopt geweldig. Ja, ja, absoluut. Dus portier. Ja, oké, ontvangst is luid en duidelijk hoor, en succes. Dankjewel, tot ziens.